welkom bij mijn nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag. Ik heb nog niet mijn vorige weekvlog geëdit. Dat moet ik nog doen. Maar daar heb ik nu helaas geen tijd voor, want mijn schoonouders komen langs. Wat helemaal leuk is natuurlijk. Maar daardoor heb ik in ieder geval geen tijd om te editen. De kleine is aangekleed. En hij is lekker aan het spelen. Volgens mij wordt hij een beetje boos. Maar en nu ga ik even wat eten, want ik heb super honger. Dus, Dat moment dat het 1:30 is en ik heb eigenlijk nog geen ruk gedaan. De kleine ligt op de bank. Ik ben eigenlijk een film aan het kijken. Dat is eigenlijk wat ik tot nu toe gedaan heb. Het is eigenlijk best wel chill, want ik doe normaal heel veel klussen in huis wat ik normaal niet zo erg zou vinden. Even wachten. Ik krijg het koffiezetapparaat niet uit. Zo. Even kijken, want ik hoor daar wat. En zie, dat dacht ik al. Het zijn katten die van alles aan het omgooien zijn hier. Dit ding. Ik haal hem wel even weg. Wat was ik aan het zeggen? Oh ja, dat ik normaal heel veel klusjes doe in huis. En dat vind ik dan eigenlijk niet erg, want ik ben met zwangerschapsverlof, of ouderschapsverlof, het is mooi het wel noemen. En, serieus. God. En, mijn vriend werkt. Dus ja, dan blijft er voor mij over het huishouden en zorg voor de kleine natuurlijk. Dus ik ga nu gewoon mijn ontbijt maken. Of nee, mijn havermout. Want dat is wat ik ontbijt. En dan ga ik denk ik thuis nog wat doen. En ja. Dat kind is een viespeuk. Hij laat allemaal boeren. En ik speel weer SimCity. Oeh, ik ben bijna dood. Oké, zeg maar wanneer ik jou kan inviten, Kim. Yay! Goedemiddag, blijkbaar had ik mijn slaap heel erg nodig, want het is 3:00. En natuurlijk ben ik wel wakker geweest. Ik heb echt niet aan één stuk doorgeslapen. Ik ben natuurlijk steeds wakker geweest om mijn kleine eten te geven. En schoenenluiers te doen en zo. En ja, ik ben ook wel eens op mijn telefoon geweest. Ik heb mensen gesproken. Alleen ik ben steeds weer in slaap gevallen. En heel eerlijk vind ik dat echt heel erg, want ik wilde nog heel veel doen thuis voordat Floris klaar zou zijn met werken. Maar ja, dat zit er al niet heel erg meer in. Natuurlijk kan ik nog wel wat dingen doen. Maar ja, niet veel. En ik ga nu even zijn fles maken, zodat hij me de hele boel bij elkaar schreeuwt. Want nu is hij nog rustig, maar ik weet niet hoe lang dat zo blijft. Je hebt eindelijk opgegeven en slaapt, baby. Ik heb de vaatwas uitgehaald. Ik heb zijn was gevouwen. En ik heb nu koffie en ik ga even wat eten. Ik weet dat het 4:45, maar anders hou ik het tot 6:00 sowieso niet meer vol. Want ik heb echt super honger. Even denken. Ja, dat was hem. Ik moet echt stoppen met zeggen dat was hem. Dat is zo lelijk. Gewoon stoppen met filmen dan. Stoppen met filmen. Nice. En ik kijk eindelijk La Casa de Papel.
iedereen die had het over, heb je al gezien, heb je gezien? En ik zei, ja, nee. En ik wilde het gewoon niet kijken uit principe, omdat het echt in één keer zo'n hype was. En ik hou van Spaanse series, maar ik hou niet van hypes als het om series gaat. Dus toen dacht ik, ik ga het gewoon niet doen. Maar ja, ik ben er toch aan begonnen en tot nu toe vind ik het oké. Zolang het oké blijft, weet ik niet of ik echt verder ga kijken. Ik kijk nu wel. Als ik het leuk ga vinden, ja, dan ga ik sowieso verder kijken. En anders stop ik ermee. Mijn haar zit echt grappig. Maar ja. En daarna denk ik dat ik moet gaan koken. Ik zal je helpen, Ben. Ik hou je bal wel vast. Oh, oh, oh. Hoppakeetje. Goedemorgen. Het is vandaag donderdag. Sorry, ik ben erg moe. Ukkie ligt hier te slapen. Maar ik moet opstaan, want hij moet eten. En ik moet douchen, want hij moet straks naar het consultatiebureau. Want hij krijgt vandaag zijn eerste inentingen. En dat vind ik echt helemaal niks. Maar ja, dat hoort helaas bij, hè. Dus ik ga er gauw uit, want anders ga ik het allemaal niet meer redden. Meneer heeft gegeten, hoor. Daar zit hij. Verzadigd. Met zijn boeddha-buik. Prins op de erf. Dat is het zeker. Want alleen mama's bed tegen mama aan is het lekkerst. Dikzak. Nou, mijn kleine is, we zijn net terug van het consultatiebureau en hij heeft het echt heel goed gedaan. Kijk hem. Hij moest natuurlijk een beetje huilen, heel erg huilen toen de prik werd gezet, maar dat is echt nogal logisch. Hij doet het zelfs trouwens zo goed dat hij nu een maat groter is. Hij is nu een maatje 62, want hij is nu al 57,5 centimeter, zoiets, dacht ik. En hij weegt 5,7 kilo. Dus het is echt al een grote jongen aan het worden. Wat een verschrikking. Ik heb net een zetpil erin moeten doen. Want hij is zo aan het huilen. Volgens mij heeft hij pijn. En ja, ik vind het echt afschuwelijk. Wat een verschrikking, die prikjes. Maar ja, het moet wel. Want daardoor is de kans kleiner natuurlijk dat hij ziek wordt en zo. Dus daar doe je het dan voor. Maar ik vind het niet relaxed, zeg maar. Het is echt, ik vind het gewoon echt zielig. Hij is heel hangerig, heel huilerig. Nou ja, huilerig. Zolang je hem vast hebt, is hij oké, weet je wel. Maar ik kan hem niet de hele dag vast blijven houden. Dus ik krijg het een beetje. Ik film jou in HD. Albondigas. Jij filmt in 4K. Onder het mum van Valentijn en omdat wij vandaag 3 jaar samen wonen, hebben wij een soort champagne. Kijk het. Ach, ik word hier zo blij van. Oeh, het ruikt ook nog lekker. Jee. I'm afraid that I'm gonna vomit because whenever I'm gonna blindfold things, I get nauseous anyway for some reason. So, let's do it. Is het lekker? Ja, het is echt heel lekker. Ik vind, ik ben wat van de drogere champagnes, de drogere wijnen. Dus het is wel een beetje aan de zoete kant, wat logisch is, want het is meloensmaak. Maar het heeft een lekkere
after bite taste, I guess. Aftronken. Nou ja, niet aftronken per se, want aftronken is echt een echt nasmaak, vind ik. Maar ja, het smaakt wel lekker. Het is goed gemixte champagne met meloen, zeg maar. Prima. Dat wat hij zegt, inderdaad, meloen. Kennen jullie die, die kauwgompjes, die meloenkauwgompjes? Ja, nou, daar smaakt het dus na. Dus het is echt... Ja, dat is echt jeugd. Want dat at ik vroeger echt heel veel, dus dat is echt nice. Hoi, het was vandaag vrijdag. Ik zie dus net dat ik niet gevlogd heb vandaag. Okay, sorry meneer, kijk. Ik stoor hem in zijn slaap. Mijn aapje. Maar ja, ik heb niet meer gevlogd vandaag. Ik heb ook niet veel gedaan, alleen boodschappen gedaan. Dus dat was hem. Oh ja, een kleding gehaald voor deze. Meer ook niet. Dus er viel niet veel te vloggen. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik ben nu aan het ontbijten. Want we gaan straks naar Alkmaar. Daar woont mijn schoonzus. Daar blijven we ook slapen. En de kleine is nu televisie aan het kijken. Echt zo schattig. Ja. Dus ik ga nu even verder ontbijten en dan ga ik de kleine en mezelf aankleden. Nou, we zijn even gestopt om wat te eten, want we hebben echt super honger. Stop eens, kijk daar, hij ligt gewoon nog kamer. Ja, 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 ja